Terwijl ik me door de menigte worm, kan ik hierbij ook de mededeling doen dat na een aantal jaren het opnemen van heel veel kermissen, inclusief België, dat het dit jaar 2024 ook de allerlaatste keer zal zijn dat ik op dit kanaal video's opneem van kermis. Het is natuurlijk zo dat zeker bij dezelfde attracties die net zo goed 2023 erbij kan halen. Bijna een jaar geleden. En dan zie je precies hetzelfde. Dus met andere woorden, het heeft op een gegeven moment geen meerwaarde meer om ieder jaar maar video-opnames te blijven maken. En te uploaden. En afhankelijk hoe ik me voel, afhankelijk van mijn medische gesteldheid en mentale gezondheid, zal er na deze kermis voorlopig geen kermis-uploads meer plaatsvinden. Dus met andere woorden, ik ga niet meer naar Tilburg in juli dit jaar. Eén keer meegemaakt en dat doe ik dus niet meer. En ik ga ook niet meer naar Hasselt in België. Dat is altijd in september. Bij leven en welzijn hoop ik wel nog aanwezig te kunnen zijn bij de grootste kermis van heel Limburg. En dat is natuurlijk Weert. Maar die kermis vindt ook pas in september plaats. En dan is het op dit moment al hartstikke donker. Wat een verschil met gisteren als het gaat om de bezoekersaantallen. Ik doe het rustig aan. Ik heb alle tijd. Ik maak het niet te laat. Ik ga hier niet tot 11 uur vanavond staan. Dat doe ik niet. En sommige attracties ga ik ook niet meer. Onder andere het reuzenrad niet meer. De Supermouse ga ik ook niet meer in. Zo'n rit duurt maar 1 minuut. Dat ligt wel nog de Dance Jumper. Ja, het zijn attracties waarvan je weet wat komen gaat. Dat wist ik net nog niet bij die Aviator. Maar ik heb in spectaculaire attracties gezeten. In Tilburg en Weert. Maar zeker ook in Assen. Hier is er nog een paar vrije plekken, jongens. De Rijksweg. De laatste vrije plaats. Ingelegen. Rijkswegcentrum. En
wel allemaal heel vernuftig. En nog graag eens uitrijden. Volle bak. Dus een beetje alle attracties. Zaterdagavond, 25 mei. Met heel veel dank aan het goede weer. Ik heb zelfs geen jas aan. Terwijl de Dance Jumper volop in bedrijf is. Ik zie dat de verlichting van de zuil in het midden het dit jaar niet doet. Die werkt niet. Het blijft maar grijs. Maar toch wel op de lampen in het midden doen het niet. Oh, that's no dancing, that's no swinging, 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 everybody.